Ik open deze zitting met gebed en verzoek de heren onder de hoogleraren hun baret af te nemen. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Meneer de commissaris van de Koningin, meneer de burgemeester, mevrouw de loco-burgemeester, monseigneur, andere bijzondere gasten, dames en heren en uiteraard onze studenten. Goed dat jullie er zijn. 17 juli 2014 zal een zwarte bladzijde blijven in de geschiedenis van onze universiteit. Onze collega professor Willem Witteveen zat samen met zijn partner Lidwien Hierkens en hun dochter Marit, die aan onze universiteit studeerde, in de MH17 die in het oosten van de Oekraïne is neergestort. Misschien moet ik zeggen neergehaald. Onze universitaire gemeenschap was en is nog steeds geschokt door deze intrieste gebeurtenis. Dit werd ook uitgesproken en gedeeld tijdens de herdenkingsbijeenkomst in deze aula kort na de ramp. We verliezen in Willem Witteveen niet alleen een excellente en creatieve onderzoeker en een begenadigd docent, maar bovenal een fijn en inspirerend mens. Een ware academicus met het oog voor en de ontwikkeling van talenten bij studenten en jonge onderzoekers. Laten wij stil en in gedachten zijn bij Willem, Lidwien en Marit. Op donderdag 18 september vindt er om 14:00 in deze aula een herdenkingsbijeenkomst plaats waar u uiteraard van harte welkom bent. Het valt niet licht om dan weer over te gaan tot de orde van de dag, maar wij zullen uiteraard het nieuwe academisch jaar vandaag passend openen. Dames en heren, het is bepaald niet rustig en saai in de academie. Er is juist volop debat en beweging op diverse fronten. Science in Transition. U heeft er wellicht over gehoord of gelezen. Dit initiatief van wetenschappers van diverse universiteiten heeft veel losgemaakt en ook zaken op de agenda gezet. In het recente stand van zaken paper van de Science in Transition groep worden 3 hoofdthema's benoemd. Ten eerste het accent op kwaliteit en de beoordeling daarvan en niet op kwantiteit. Het gaat immers niet om het tellen van publicaties, maar om het lezen, doorgronden en op waarde schatten daarvan. Tweede thema betreft de democratisering van de onderzoekagenda. Een gevoelig punt voor wetenschappers, maar ik snijd het hier toch aan. Wetenschappers zouden hun maatschappelijke omgeving meer kunnen betrekken bij het formuleren van hun doelen. Uiteraard met volledig behoud van de academische vrijheid en onafhankelijkheid. Het derde thema gaat over de betekenis van en aandacht voor het universitair onderwijs. Onderwijsinspanningen en onderwijsvernieuwing zouden beter gewaardeerd moeten worden, zo is het pleidooi. Een cruciaal element in deze discussie is de verbinding tussen wetenschap en academie aan de ene kant en de maatschappij aan de andere kant. In het recente WRR-advies over de lerende economie wordt het beeld geschetst van wetenschappers die van de ivoren toren afdalen en terechtkomen op de gure marktplaats. Dit advies wijst op het belang van
kenniscirculatie en het scheppen van verbindingen tussen universiteit en de buitenwereld. De verbonden universiteit. Wat wij daar ook precies van vinden, we zullen onze positie nader moeten bepalen en vertalen in concrete activiteiten. Uitdagingen genoeg dus om samen verder aan te werken, ook voor onze mooie universiteit. Ik kom dan ook bij het thema van deze opening van het academisch jaar. De regio een wereld te winnen. De binding en verbinding met de partners in de regio is essentieel. Nabijheid is immers bij uitstek een bepalende factor. Tegelijkertijd kennen we vanzelfsprekend ook nationale en internationale verbanden van samenwerking. Dit varieert al naar gelang het object van kennis en studie. In zijn lezing zal professor Ernst Hiersballin ingaan op deze diverse verbindingen en de samenhang daartussen. Vervolgens zal, na een muzikaal intermezzo met Afrikaanse percussie, mijn collega Koen Bekking ingaan op actuele ontwikkelingen in de regionale samenwerking. En dan volgt een woordje van de scheidende voorzitter van ons stichtingsbestuur, de heer Ruud Lubbers. Ik kom zelf aan het eind van deze zitting nog bij u terug voor de uitreiking van de prijzen voor de beste proefschriften. Maar graag geef ik nu eerst het woord aan onze spreker van vanmiddag, collega Ernst Hiersballin, en geeft u hem alvast een applaus. Dank u wel. Meneer de rector magnificus, hooggeschatte toehoorders. Een jaar geleden zette een jonge DJ op dit podium de toon bij de opening van het academisch jaar. Ik was even bezorgd dat de vraag aan mij op een misverstand berustte, een persoonsverwisseling. Mijn zoon is weliswaar een binnen en buiten de regio onder zijn artiestennaam bekende DJ, maar dat geldt niet voor mij. Toch zal ik vanmiddag ook een nieuw geluid laten klinken. Komend jaar gaat hier een nieuw centrum voor studie naar veranderingen in regionaal recht en bestuur van start. Het Brabant Center for Transformation in Regional Law and Governance, afgekort TIREG. Het wordt een onderdeel van Tilburg University in samenwerking met de TU Eindhoven, met materiële en morele steun van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant, hier vertegenwoordigd door de commissaris des Konings Wim van den Donk en de gedeputeerde Bert Pauli. Juristen en bestuurskundigen van onze universiteit staan aan de wieg daarvan. Het gaat ons om de interacties tussen de maatschappelijke, private en publieke vormen van bestuur op regionaal niveau. Mijn collega Ton Wildhagen gaf van die interacties vorig jaar, ook bij de opening van het academisch jaar, al een belangrijk voorbeeld. Hij sprak over nieuwe benaderingen om werkloze medeburgers te helpen ontdekken hoe hun kwaliteiten en de vraag naar arbeid op elkaar kunnen worden afgestemd. Samenwerking tussen de regionale dienst voor werk en inkomen en het regionale bedrijfsleven behoort tot de triple helix van ondernemingen, lokale overheden en onderwijsinstellingen, zoals dat in onze provincie is omschreven. Regionale interacties tussen maatschappelijke, private en publieke vormen van bestuur kunnen intensief en effectief zijn, zonder elkaar te verstikken. Aan het initiatief voor TIREG ligt de overtuiging ten grondslag dat zo'n vernieuwende governance bijzondere kansen biedt. Multidisciplinaire wetenschappelijke studie zal nieuwe inzichten openen die aan de samenleving ten goede komen. Regionale governance legt verbindingen en richt de blik naar buiten. Ze verschilt hemelsbreed van het bestuur in kleine gesloten gemeenschappen, de dorpen van weleer. We hoeven niet ver in de geschiedenis terug te gaan om ons de verstikkende homogeniteit van het dorpsleven te herinneren. Iedereen hield elkaar in de gaten, kerkelijke betrokkenheid was verplicht, drop-outs bestonden niet. Globalisering betekende een radicale breuk hiermee.
De versnelling en vergemakkelijking van wereldwijde communicatie, transacties en transport begin jaren 90 zette een verandering in het collectieve bewustzijn in gang. De geslotenheid van religieuze, etnische en culturele gemeenschappen maakte plaats voor openheid, voor nieuwe relaties en zienswijzen. Maar lang niet iedereen is daar gelukkig mee. Dorpsdespoten en tribale potentaten vechten op vele plaatsen terug tegen de vrijheden van een open wereld van ideeën. Ongelovigen zijn hun een gruwel waarvan ze zich afwenden, vrijheidslievende gelovigen hun grootste bedreiging. Ruud Lubbers had van meet af aan oog voor dit spanningsveld rond globalisering. Hij stond hier 20 jaar geleden als nieuw benoemde hoogleraar aan de wieg van de globaliseringsstudies, toen nog voor hij voorzitter werd van het stichtingsbestuur. Mijn bijdrage van vanmiddag markeert daarom niet alleen een nieuw onderzoeksterrein, maar is ook een tribuut aan een heel bijzondere gesprekspartner, gedurende meer dan een kwart eeuw van intellectuele en politieke samenwerking. Heel vaak anticipeerde hij op veranderingen, terwijl anderen nog met oude routines bezig waren. Dit geldt wel heel in het bijzonder voor wat Ruud Lubbers in 1995 over conflicterende waardenoriëntaties zei. Ik citeer hem nu. De global culture kent geen geschiedenis, geen traditie, terwijl de mens zich juist geworteld wil weten. Aan de ene kant zijn er de bewegingen die opkomen voor global values, getuigen de enorme belangstelling voor Amnesty International, voor mensenrechten, voor Artsen zonder Grenzen en tal van milieuorganisaties, aldus Ruud Lubbers. Maar bij ontbreken van een dragend social fabric blijven mensen uitgeschakeld aan de kans staan. Hij noemde toen al risico's van herlevend nationalisme, een groei van sekten en toename van fundamentalisme. En concludeerde dat het verlangen ergens bij te horen in de context van globalisering zowel een positieve vertaling krijgt, oude waarden in hun kern levend houden door waarden nieuw te ontwikkelen, als een negatieve vertaling, het zich vastklampen aan verstarde waarden. Toen de euforie van globalisering zich nog richtte op wereldwijde markten zonder juridische belemmeringen, wees Ruud Lubbers dus al op de tegenstroom. Een hernieuwde hechting van mensen aan het nabije en het vertrouwde. Inmiddels beschikken we over grondige analyses van eminent belang voor het onderzoek van recht en bestuur. Hartmut Rosa wijst erop dat de dynamisering van de samenleving de maatschappelijke ordening fluïde, maar ook onbeheersbaar heeft gemaakt. De digitale globalisering in onze tijd verhevigt dit. Levenservaringen zijn steeds minder aan een vaste geofysieke omgeving gebonden, wat leidt tot toenemende vervreemding. Afkeer van globalisering dient zich her en der aan onder de vlag van een nieuw, op de eigen staat gericht nationalisme. Dat brengt mensen in verwarring, maar ook in conflict. De staat is zeker niet overbodig geworden, maar een staat die zich schrap zet tegen andere staten en nationale eenheid, zoals dat heet, wil afdwingen ten koste van interne culturele, linguistieke of religieuze verscheidenheid, doet mensen kwaad. Europa heeft op dit punt in de 20e eeuw meer dan genoeg leergeld betaald. Wij kennen hun slachtoffers, de vluchtelingen, aan wie wij ook als academische gemeenschappen een nieuw perspectief willen bieden. De nabestaanden van degenen die door meedogenloos geweld zijn geraakt tot in onze gemeenschap, onder wie deze zomer Willem, Lidwien en Marit Witteveen. De schaduw daarvan valt ook over deze dag, waarop we de opening van het academisch jaar vieren. Pogingen om de leefwereld van groepen mensen te herordenen in een mono-ideologisch kader nemen steeds heftigere vormen aan. In verschillende delen van de wereld dringen terroristische bewegingen het model op van de gesloten naar één religieus of etnisch identiteitskenmerk ingerichte gemeenschap. Laten we deze conflictueuze realiteit van globalisering en tegenbewegingen onderkennen, maar wel verder kijken. Richten we de aandacht op wat orde kan helpen brengen in een vooralsnog chaotisch krachtenveld.
Het is eerder regel dan uitzondering dat een staat het constitutionele verband is van een diversiteit van mensen. Gemeenschappen en regio's die in het verloop van de geschiedenis bijeen zijn gebracht in één min of meer soeverein verband. Niet een monocultuur, nog een staatsgodsdienst of een staatsideologie houdt een moderne rechtsstaat bijeen, maar een structuur ter waarborging van de algemene vrijheid, voor een ieder gelijkelijk geldende rechtsregels en een overheid die de human security van burgers beschermt. Onder de voorwaarde dat men elkaar verstaat en aanvaardt, is diversiteit mogelijk. In één staat kan binnen en tussen regio's heel wat diversiteit bestaan. Wie bijvoorbeeld in de ridderzaal om zich heen kijkt, ziet glas in loodramen en wandtapijten die allemaal verwijzen naar de diversiteit van regio's waaraan het Nederlandse staatsverband zijn waarde ontleent. De nabijheid van anderen in de regio waarin iemand leeft en werkt biedt een tegenwicht voor de ruimtelijke vervreemding veroorzaakt door globalisering. Maar de regio kan geen wekfles met geconserveerde eigenheid zijn. Als wij spreken over een regio zoals Brabant, of het Roergebied, of Nairobi, of de Randstad, gaat het om een gebied met een hoge urbanisatiegraad. Samen met de stad of steden bepalen landelijke gebieden het karakter van de regio. De niet-verstedelijkte gebieden zijn voor allerlei functies zoals bestuur, werk en gezondheidszorg op de steden aangesloten. Omgekeerd wordt het leefklimaat in de steden bepaald door hun omgeving, onder andere wat betreft voedsel, natuurbeheer en recreatie. Een regio is dus wezenlijk stad of steden en ommelanden. Een recent OECD-rapport wijst op dit belang van urban-rural interactions, met onze Brabantse regio als een van de onderzochte voorbeelden. Marloes Kranen heeft in haar Tilburgse dissertatie de interdependentie van stad en achterland in de meierij van Den Bosch aangetoond, via een analyse van economie en ruimtelijke infrastructuur. De verbinding van stedelijke en landelijke gebieden komt ten goede aan de sociaal-economische ontwikkeling en de duurzaamheid. Het beslissende punt is niet het wettelijk verloop van grenzen, het is de maatschappelijke en bestuurlijke cohesie van een gebied waarin enkele relatief grote en middelgrote steden sociaal-geografisch gemengd territorium bedienen. Steden trekken mensen aan die met elkaar een diverse economie en cultuur vormen. De niet of minder verstedelijkte gebieden geven de stad letterlijk en figuurlijk zuurstof, bieden ruimte voor alternatieven, maar ook voor de groei die inherent is aan de stedelijke dynamiek. In de stad zijn de beurs of de markt, het gerechtsgebouw en het bestuurscentrum te vinden. Daar wordt voorzien in specifieke behoeften bij ziekte, beperkingen en scholing. De buitenwereld komt daar binnen. Il mondo dentro la città, aldus Anna Lazzarini. De stad is de etalage van de nationale en internationale economie en centrum van consumptie. De moderne stad is wezenlijk open en divers, als een knooppunt in het weefsel van de regio. Stadsaanleg, fortificatie en ontsluiting weerspiegelen de zich ontwikkelende functies van de steden en hun netwerken, regionaal, nationaal en internationaal. Dat is terug te vinden in de regionale rechtsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis van Brabant. De vakgebieden van onze collega's Trix Jacobs en eerder Jos Koopmans en Arnoud-Jan Bijsterveld. Maar omdat de regeling van het regionaal bestuur een staatstaak is, zijn er kenmerkende verschillen van land tot land met eigen nationale tradities. De Nederlandse grondwetten van 1814 en 1815 maakten een onderscheid tussen steden en besturen ten plattelande. Dat veranderde sinds 1848, toen onder leiding van Thorbecke in de Grondwet en de Gemeentewet een eenvormig juridisch model van territoriale decentralisatie werd neergelegd. De Grondwet bepaalde sindsdien: aan den Raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten.
Daarnaast kon en kan van provincie- en gemeentebesturen medewerking worden gevorderd bij de uitvoering van nationale of provinciale wetgeving, het zogenaamde medebewind. Dat gemeenten een eigen huishouding hebben, zoals dat heet, onderworpen aan de lokale democratie, is sindsdien een waardevol kernstuk van het denken over lokale autonomie. Schaalveranderingen leiden wel tot gemeentelijke herindelingen, maar niet tot een andere kijk op de aard van de gemeente. Allengs echter werd het bestuurlijke model problematisch. De gemeentelijke huishouding bood nog voor veranderingen in de relaties tussen gemeentebestuur en andere maatschappelijke actoren, nog voor intensievere relaties tussen gemeenten in dezelfde regio een passend kader. Daarom werd het systeem van gescheiden huishoudingen aangevuld met een juridisch bestuurlijk arsenaal van dwarsverbindingen, coördinatie, planning en intergemeentelijke structuren. Pogingen om het binnenlands bestuur te herstructureren zijn stuk voor stuk gestrand op politieke weerstanden. Sommigen zullen zich dat herinneren in de geschiedenis van enkele decennia. Er is geprobeerd te komen tot een indeling van Nederland in gewesten als extra bestuurslaag. Of een groter aantal provincies met een regionale functie. Of juist een kleiner aantal provincies, landsdelen met een beperktere functie. Maar niets daarvan is gerealiseerd. Wat wel met horten en stoten is voortgegaan, is de gemeentelijke herindeling. Dat gebeurde telkens wanneer de bestuurlijke taken van aparte gemeenten te veel vervlochten of, naar men aannam, te zwaar waren om nog afzonderlijk te kunnen worden uitgevoerd. Intussen heeft het regionaal bestuur zich, onder andere in Noord-Brabant, in de vorm van provinciale en gemeentelijke samenwerking verder ontwikkeld. Hieruit zijn nieuwe antwoorden op maatschappelijke problemen voortgekomen, zoals regionaal economisch beleid, de regionale milieudiensten en de gezamenlijke aanpak van veiligheids- en zorgvraagstukken. Ons nieuwe instituut TIREG zal trachten lering te trekken uit de huidige regionale bestuurlijke dynamiek. De maatschappelijke, culturele en juridische transformaties waarvan wij studie willen maken, zijn uiteraard geen transformaties van de gebouwen die men in steden en dorpen aantreft, maar van de mensen, hun relaties en hun actuele regionale identiteit. Arad-Jan Bijsterveld heeft dit voor Noord-Brabant in kaart gebracht. Hij formuleerde de prangende vragen in verband met de regionalisering. Als we Brabant als topkennisregio en kenniseconomie zien, hoe bereiken we dan dat onze jongeren beter opgeleid zijn? En als het karakter en de inrichting van ons landschap bijdragen aan worteling en identificatie, welke kant moet het dan op met onze steden en ons buitengebied? Ik voeg daar aan toe dat het ook gaat om de politieke betekenis van de regio. In een moderne Europese regio dient zich de vraag aan naar het democratisch gehalte van de besturing. Een vraag die verder reikt dan de regeling van het kiesrecht. Anders Lidström en Linse Schaap zijn begonnen met onderzoek naar burgerschap in stadsregio's. Het begrip burgerschap is historisch direct verbonden met de historische kern van de stad. De burg van Regensburg, Edinburgh, Tilburg, Sint-Petersburg en talloze andere Europese stadsnamen. Wie zich in de stad had gevestigd, verkreeg in de middeleeuwen na een jaar en dag het burgerschap, bevrijd van de horigheid jegens de feodale landheer. Stadlucht maakt vrij. Hieruit hebben zich sinds de Franse Revolutie stap voor stap de burgerrechten in de staat ontwikkeld, de droit du citoyen. Steden zijn de plaatsen waar mensen heen gaan op zoek naar een nieuwe, betere of veiligere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Ze zijn een broedplaats van commerciële, intellectuele en culturele uitwisseling en dynamiek. Het gemeentelijk burgerschap, met kiesrecht ook voor ingeburgerde vreemdelingen, is een voorteken van de ontwikkeling die ook het staatsburgerschap zal moeten doormaken, zodat mensen in de samenleving waar zij thuis zijn ten volle hun burgerrechten kunnen uitoefenen. Om van het potentieel van de regio als open verbinding van stad en land gebruik te maken, is de bestuurskundige kunst van het aangaan van verbindingen vereist. Ik geef daarvan drie voorbeelden. De technologie is voor de regio Noord-Brabant
die rond Eindhoven in het bijzonder van eminent belang. Dit gaat niet alleen Philips en ASML aan, maar is al jaren het onderwerp van coördinatie van private initiatieven en publieke verantwoordelijkheid. Overheden kunnen via hun onderwijsbeleid in nieuwe generaties personeelsleden voorzien en de sector via ruimtelijke ordening en transport faciliteren. Afstemming tussen alle betrokkenen maakt het welslagen van de high-tech campus mogelijk, een internationaal vermaard centrum van kennis en productie. Een heel ander, voor sociale cohesie niet minder belangrijk onderwerp, is de beheersing en preventie van overlast en criminaliteit. Alleen op regionaal niveau kan worden voorzien in het vroeg onderkennen en bijsturen van problematisch gedrag. Dit preventiebeleid vereist afstemming tussen politie, justitie, gemeentelijke functionarissen, onderwijsinstellingen, reclassering, jeugdzorg en verslavingszorg. En dat de regio niet een gebied met een stolp eroverheen moet zijn, blijkt uit het Brabantse cultuurbeleid. Folklore kan een gevoel van vertrouwdheid oproepen, het cultiveren enkel daarvan is stilstand. Onverwachte verbindingen, crossoverstijlen, bepalen de internationale aantrekkelijkheid van muziekfestivals. De regio moet interne sociale cohesie dus verbinden met openheid. Behalve op de officiële kaarten zijn de buitengrenzen van de regio geen scherpe scheidslijnen, maar eerder overgangsgebieden naar een naburige regio. Patronen van bestuurlijke samenwerking zijn divers. De ene regio is bovendien de andere niet, ook niet op Nederlandse, laat staan Europese schaal. Er zijn regio's waarin één grote stad absoluut dominant is en andere, zoals de Brabantse, waarin het om een stedennetwerk gaat. In regeringsbeleidstukken wordt wel obligaat gesproken van decentralisatie aan de gemeente, maar iedereen weet dat het vaak gaat om in gemeenschappelijke regelingen samenwerkende gemeenten. Voor economie, transport, milieu en ruimtelijk beleid daarentegen denkt men bij regio vooral aan de provincie. Overheden, maatschappelijke organisaties en private ondernemingen moeten zich kunnen verbinden tot regionale initiatieven via een breed repertoire van normatieve vormen van handelen. Een combinatie van strikt recht, overreding, gedragsgericht publiek recht, zoals hier onlangs door mijn collega Anne Meeuwissen in haar oratie besproken, contractuele relaties, public-private partnerships en gezamenlijk gebruik van informatie. Voor het geheel daarvan is het moeilijk vertaalbare woord governance passend, afgeleid van het woord government, maar ruimer, doordat het zowel verticale als horizontale vormen van normering omvat en zowel recht in de strikte betekenis van het woord als soft law. Het onderscheidend kenmerk van deze governance in vergelijking met traditioneel local government is de intensiteit van betrokkenheid van niet-publieke actoren, actoren van buiten de overheid, met participatie in de ene richting en het afleggen van verantwoordelijkheid in de andere richting. Het huidige regeringsbeleid van decentralisatie op het gebied van de zorg is bedoeld om ruimte te maken voor regionale en plaatselijke verschillen. De interactie tussen gemeentebesturen die zich daarvoor in regionale kaders organiseren, zorgverleners en cliënten is een voorbeeld van zulke governance. Er zouden kosten mee moeten worden bespaard door beter aan te sluiten bij de verscheidenheid van behoeften. De decentralisatie en de daarmee samenhangende keuze voor een participatiesamenleving maken dus gebruik van de grotere nabijheid van gemeenten en regionaal georganiseerde instellingen tot degene die zorg behoeven en geven. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 komen ingezetenen in geval van bijvoorbeeld een chronisch psychisch probleem in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, zoals ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie of beschermd wonen. Dat dit een eind maakt aan het uniforme niveau van voorzieningen is een onvermijdelijk gevolg van decentralisatie. Maar er is ook een schaduwzijde. En die is de ontkrachting van het wederzijds besef tussen burger en overheid dat degene die die behoefte aan zorg heeft, een recht heeft op de vereiste zorg. Het regionaal bestuur staat dus voor de taak om in de relatie burger-overheid het besef van een rechtsbetrekking in ere te herstellen. Ook in het
ruimtelijk beleid en in het economisch beleid werken regionale en gemeentelijke overheden veel meer op basis van plannen dan op basis van regels. Ze moeten in hun beleid immers juist onderscheid maken tussen verschillende situaties. Des te belangrijker is dat de inrichting daarvan tenminste beantwoordt aan eisen van transparantie en rechterlijke controleerbaarheid. De verbinding van planning met eisen van substantiële rechtvaardigheid is pionierswerk. Dat moet worden gedaan. En waarvoor Susan Feinstein in Harvard met haar boek over The Just City een aanzet heeft gegeven. Zulk werk moet ook in het Brabant Center for Transformation in Regional Law and Governance ruimte krijgen. Met de opkomst, dames en heren, van diffusere vormen van besturing verliest de aan de staat gerelateerde democratische politiek terrein. Burgerschap op staatsniveau verschraalt tot het uitoefenen van stemrecht als waardering van een debatkampioenschap. Het is dat wat Pierre Rosanvallon een consumerisme politiek noemt. Benjamin Barber vestigt zijn hoop op de burgemeesters wereldwijd. Maar moeten we eigenlijk onze hoop niet juist richten op een reactivering van een breed burgerschap in de opkomende regional governance? Het ontbreken van een door de burgers gelegitimeerde regionale volksvertegenwoordiging is een niet veel langer te verdragen tekort. Een actief regionaal burgerschap dat naast politieke, ook economische, maatschappelijke en culturele rollen vervult, zou het uitgangspunt moeten zijn van een democratische samenleving op regionaal niveau. Migranten, dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook de door ASML geworven ingenieurs, hebben weliswaar bescherming nodig, maar zijn, zoals Ruud Lubbers vele malen heeft opgemerkt, vaak sterke mensen op zoek naar nieuwe perspectieven. Dat juist op subnationaal niveau medeburgerschap van immigranten wordt geaccepteerd, is een bewijs van de vitaliteit van de regio. Men ziet daar scherper dan in de geformaliseerde kaders van het nationale vreemdelingenrecht wie wel en wie niet een bijdrage leveren aan de samenleving. Een democratische samenleving bouwt voort op een ethos van wederzijdse solidariteit, het sociaal contract. Bij een te grote schaal is dat dragende morele besef letterlijk ver te zoeken. De uit de eurocrisis voortgekomen euroskepsis en de toenemende onverschilligheid in zaken ontwikkelingsvraagstukken maken dat pijnlijk duidelijk. Solidariteit moet nu eenmaal van de grond af worden opgebouwd. Maar dan moeten wel de voorwaarden daarvoor vervuld zijn. De internationale rechtsorde moet vrede verzekeren. De Europese rechtsorde de voorwaarden waarborgen voor regionale ontwikkeling, zoals de EU-verdragen ook voorschrijven, en die van de nationale staat een betrouwbare rechtspleging en rechtshandhaving. Ten slotte ga ik nog even terug naar Max Weber, de aartsvader van de verbinding van recht en bestuurskunde. De rationalisering van het recht door voor een ieder geldende wetgeving, een van zijn thema's, heeft relaties op afstand zonder persoonlijke binding betrouwbaar gemaakt. En dat moet behouden blijven. Bescherming van fundamentele rechten en vrijheden is daarvan een essentieel onderdeel. In regionaal verband ontstaan kansen dankzij contacten van nabij. Bestuurlijke transparantie en accountability moeten een terugval beletten in gesloten vormen van solidariteit. In het kader van een betrouwbare rechtsorde biedt de regio ruimte. Ruimte voor sociale, economische, technische en culturele inventiviteit. Een ruimte die kan worden benut wanneer mensen elkaar als medeburgers weten te vinden. Dank voor uw aandacht.